Goedemiddag, mijn naam is Patricia Gerritsen. Ik ben samen met mijn man Ron eigenaar van Keep Smiling Diving, een 5-star IDC center hier in Reewijk. Wij zijn een kleine 4 jaar geleden begonnen met het aanvragen bij de gemeente voor het aanleggen van een onderwaterpark. Wij leiden mensen op, mensen die voor het eerst gaan duiken, tot en met duikinstructeur opgeleid kunnen worden. Voor het aanleggen van het onderwaterpark hebben wij contact gezocht met de man hier naast mij. Mijn naam is Paul Rode. Ik ben in het dagelijks leven luitenant bij de Koninklijke Landmacht. Daarbij als pelotonscommandant verantwoordelijk voor de genieduikers. Nou, wij zijn inderdaad door Patricia en Keep Smiling gevraagd om een oefening van ons te combineren met het daadwerkelijke plaatsen van de bus hier. En die kans hebben wij aangegrepen om in een samenwerkingsverband dat uit te gaan voeren. Daar zijn wij uiteraard heel blij om en ook heel trots op dat wij zo'n leuke leefoefening die 2 dagen in beslag gaat nemen naar Reewijk mogen halen. We hebben de bus een 1/2 jaar geleden en zusteren opgehaald. Het is een oude stadsbus die altijd heel goed dienst heeft gedaan en nu afgeschreven was. Dus we hebben daar een mooi bedrag voor mogen betalen. En we hebben hem op een dieplader naar Reewijk gehaald. We hebben hem crème-wit laten spuiten. Deze bus gaat onder water gelegd worden door de 105e brugcompagnie met duikerspeloton. En Paul wil daar nog wel even wat meer over vertellen, want achter ons gebeurt er het een en ander, Paul. Wat gebeurt er allemaal? Ja, precies. Op de achtergrond kunt u zien dat de boten bruggenbouw op dit moment te water worden gelaten. Die boten hebben wij nodig om onze pontons op de juiste plek te manoeuvreren. En daarmee gaan we dadelijk de bus verplaatsen. Dus wij maken dadelijk eigenlijk één drijvend vlot waar we de bus tussen gaan takelen. En als dat eenmaal gedaan is, dan varen we met het hele gevaarte varen wij de plas op. En op de juiste plek die aangewezen wordt door Keep Smiling, zullen wij dan de bus laten afzinken. Zodat die daar ter plekke komt. Het brugmateriaal wat wij hebben wordt vervoerd op een vrachtwagen van type Scania. En ja, die vervoeren eigenlijk alle ladingen voor ons, voor de landmacht, al het materieel. En nou, op dit moment zien we dus een bootbruggenbouw. En zometeen komt er een middenponton aan. En dat is dus een van de drijvers voor dadelijk het hele drijvende gild. Ja, het afgezette duikgebied. Dat bevindt zich rechts van de gele boeien. En als je goed kijkt, dan zie je daartussen ook nog aan de rechterkant 2 andere gele boeien liggen. De eerste boei, die leidt naar een diepte van 6, 7 meter. Daar ligt een 28 vierkante meter groot hardhouten platform onder. Daar nemen wij de oefeningen af voor onze beginnende duikers. Die daar hun openwaterbrevet gaan halen. En de boei die erachter ligt, dus iets verder van de kant, dat is de plaats die gemarkeerd is waar zometeen de stadsbus afgezonken gaat worden. En die ligt tussen de 9 en de 10 meter diepte. En dan komt er nu een heel mooi lege voertuig achteruit rijden. Wat is dat, Paul? En wat gaan ze doen? Ja, wat nu wordt opgereden is het zogenaamde middenponton. Een onderdeel van de vouwbrug die wij als landmacht ter beschikking hebben. Deze brug wordt normaal gesproken gelegd om bijvoorbeeld panzervoertuigen of militaire vrachtwagens naar de overkant van een rivier te rijden. Zo? Maar is ook bijzonder geschikt om eigenlijk voor dit soort situaties een drijvend platform te bouwen. Schitterend. De brug wordt ook jaarlijks ingezet bij bijvoorbeeld de Vierdaagse van Kuik. Waarbij een gedeelte daarover wordt gelopen. En wel voor meer van dat soort zaken. Ja, de vrachtwagen rijdt deels het water in. We hebben de mogelijkheid om het ponton zogenaamd gecontroleerd te lanceren. Dat betekent dat we hem heel rustig eigenlijk het water in laten zakken. Ja, dat is eigenlijk in deze combinatie met de diepte en de omgeving die we niet willen verstoren, is dat de beste optie om dat hier te doen. Ja, absoluut. Daar zijn wij natuurlijk ook mee gebaat om de omgeving hier zo mooi mogelijk en intact te laten. Vandaar dat we ook een hele mooie rijmat hebben neergelegd van Defensie. Jullie zien dat daar nu de vrachtwagen overheen rijdt. En misschien is het wel leuk. Heb je enig idee hoe lang het duurt, Paul? Ongeveer een minuut denk ik in totaal. Dus het is puur achteruit rijden, zorgen dat er vrije ruimte achter is.
En dan normaal gesproken lanceren we hem eigenlijk door hem gewoon los te laten. En in dit geval doen we dat gecontroleerd. Ja, de steiger is in overleg met het schap is dat gerealiseerd naar aanleiding van gesprekken onder andere met de surfclub. Die is inmiddels 22 meter lang en 6 meter breed in de vorm van een T. En hij is tevens geschikt voor invalide duikers vanwege het feit dat er rondom een opstaande rand staat, zodat ze niet het water in kunnen rijden.